begin, ik vind, het ambt burgemeester is een mooi ambt. En volgens mij is burgemeester zijn van Rotterdam wel echt een van de mooiste ambten die er bestaan. Een wereldstad, een wereldhaven. 600.000 inwoners die ongelooflijk eigenzinnig zijn, maar tegelijkertijd als het nodig is ook plooibaar is en meedenkend en bereid zijn om dingen mee te doen. En dat juist in deze stad de bevolking een burgemeester die niet hier geboren is, die ook een religieuze oriëntatie heeft, die niet gemiddeld is, toch geaccepteerd heeft omarmd, dat zegt veel meer over die samenleving, over die stad en niet zozeer over mij. Ik heb daaraan bijgedragen, maar die stad is blijkbaar nuchter genoeg om te zeggen van nou, wij zoeken een goede burgemeester. En als die eruit ziet zoals deze man, vinden wij dan maar geen enkel probleem. Dat merk ik ook aan de manier waarop ik met de burgers omga in de stad en de reacties die ik daarop krijg, onze gemeenteraad, ons college. Ik ben de eerste in, volgens mij in Europa inderdaad. Nadien is de burgemeester van Londen als tweede in Europa. En sinds kort hebben we een Marcouch in Arnhem. En dat is ook natuurlijk heel goed dat op deze manier de samenleving kijkt naar wat is een goede burgemeester en wat kan die voor de stad of voor een dorp betekenen. Mm-hmm. En dat waar iemand geboren is en zijn religieuze achtergrond eigenlijk niet zo groot van betekenis is. Mm-hmm. Verbindingen leggen en de stad bij elkaar houden. Dat is denk ik de ongeschreven grondwettelijke verplichting van de burgemeester. Ervoor zorgen dat de samenleving met al zijn gespletenheid en al zijn verschillen en al zijn gradaties, ook zo'n politieke gemeenteraad met al die verschillen die daar zijn, uiteindelijk zorgen dat er besluiten kunnen worden genomen. Bevorderen dat er besluiten genomen kunnen worden. Dienstbaar zijn aan de politiek, dienstbaar zijn aan de democratie, dienstbaar zijn aan de samenleving. Ja, dat is natuurlijk een veelomvattend verhaal. Het is eigenlijk, de burgemeester is in dat opzicht een functie zonder beleid en zonder budgetten, zal ik maar zeggen. Het is bijna alleen de persoon. Maar die moet wel in staat zijn om al die eigenschappen waar ik net over sprak, in zich te verenigen en de mensen bij elkaar te brengen voor het goede. En dan voor de rest de samenleving te laten functioneren, de economie te laten functioneren, de politiek te laten functioneren. En af en toe met een duimpje tegen een mammoetdenker aanduwen in de wetenschap, dat je misschien een millimeter koerswijziging organiseert. Ik ben de afgelopen jaren onder mijn leiding als burgemeester worden we het meest trots op dat deze stad, ondanks al die turbulenties die we om ons heen hebben in de wereld en in Europa, et cetera, dat deze stad een stabiele stad is gebleven. De Rotterdam kenmerkt zich door soms hele kleine onderwerpen enorm te kunnen bediscussiëren, enorme amplitude te organiseren in het maatschappelijk debat. Maar het eind is een consensus over Rotterdam is een eenheid als geheel van buiten. En dat moet in een bepaalde richting ontwikkelen. En daar binnenin dieselt het werkelijk van allerlei verschillen. En daar ben ik wel trots op. En ik denk dat ik er zelf als burgemeester daar ook een bijdrage aan heb geleverd. Om dat grotere geheel, kijkend van buiten, toch wel als een eenheid te laten functioneren. Ook al weet ik dat er echt duizend en één verschil in de stad aan de orde is. Ja, ik heb mijn leven eigenlijk nooit gepland. Mensen denken dat ik altijd een strategisch antwoord geef. Maar dat is echt zo. Ik herhaal het nog een keer. Dat is echt zo. Nooit mijn leven gepland. En als je denkt overigens, dat is eerder een filosofische benadering. Als je denkt als mens dat je leven kunt plannen, dan heb je het mis. Ik weet niet of u vanochtend wist, toen u het huis uitging, hoe de dag eruit zit vandaag. Ik niet. Ik heb een idee, ik heb een agenda. Maar of die dag ook zich zo gaat vertrekken, dat weet ik niet. Ik heb nu al inmiddels twee onderwerpen bijgekregen in de agenda die ik vanochtend niet heb kunnen voorzien. Nee, dus aan gedacht heb. En die gaan toch vandaag gebeuren. Dus het idee dat je je leven kunt plannen, dat is ook niet aan de orde. Het idee dat ik burgemeester zou worden in Rotterdam heb ik nooit jarenlang van gedroomd. Ergens in maart, april van 2008 zag ik dat Ivo Opstelten wegging als burgemeester. Toen dacht ik, nou, misschien wel iets voor mij. En daarvoor nooit over nagedacht. En ik denk dat dat belangrijk is soms ook om op die manier het leven tegemoet te gaan. Ambities, geen ambities. Als ik een ambitie heb, dan is het mijn ambtstermijn in Rotterdam tot een goed einde brengen. Het goede blijven doen, het goede blijven zeggen. En samen met heel veel mensen in Rotterdam werken aan Rotterdam-Zuid, werken aan economie, werken aan stedelijke ontwikkeling, werken aan de bouw van een nieuw stadion, om maar eens wat te noemen. En zo kan ik een tijdje doorgaan. Leggen in deze stad nog voldoende uitdagingen die ook heel wat ambitie vergen. En het hoeft niet per se altijd iets anders te zijn dan wat je nu zelf aan het doen bent. Ik denk dat raadsleden niet op waarde worden geschat. Raadslid zijn in een stad als Rotterdam is een hele zware taak. Dat wordt echt onderschat. En wat mij betreft wordt dat ook onderbetaald. Als je ziet wat er op die raadsleden allemaal afkomt. Enorme gewichtige vraagstukken waar een leek in bestuur uiteindelijk toch keuzes in moet maken.
gehoord de grote experts die de stad heeft, gehoord de wethouders die daar speciaal voor geselecteerd zijn. Het zijn hele zware taken. En ik denk dat het goed is dat de taak van een raadslid goed in het vizier wordt gehouden. En dat daar waar mogelijk, niet altijd, maar daar mogelijk het werk van de gemeenteraden ook kan worden versterkt. En daar gaat het seminar van vandaag ook over. Het raadswerk is belangrijk. Het is uiteindelijk het ultieme orgaan van een stad, het hoogste orgaan van de stad. En als het nodig is om daar versterking aan te brengen, is het belangrijk. En ik vind dat wij ook met de raadsleden niet goed omgaan. Als het einde van een raadsperiode droppen wij de raadsleden buiten het stadhuis. En dan gaat u maar. We doen niets aan begeleiding van die raadsleden op zoek naar een andere baan in het leven. Zeker raadsleden met een scherp profiel is het steeds in toenemende mate te moeilijk voor hen om een baan te vinden na het raadswerk. Ook dat is wat aandacht vraagt. Ook dat vraagt om begeleiding. Raar als wij medewerkers loslaten in de samenleving. Dan zorgen wij voor upplacement of zorgen voor begeleiding van werk naar werk, et cetera. Voor raadsleden doen we dus ook helemaal niks. Ik vind dat gewoon een hele slechte zaak. Ik ben daarom ook blij dat ook de minister samen met ons over dit onderwerp wil verder blijven nadenken en te kijken hoe we die positie beter kunnen maken. Nou ja, kijk, als het gaat om een aantal vraagstukken, die zijn wettelijk vastgelegd. Het raadslidwerk wordt als bijbaan beschouwd en er is een zekere schadeloosstelling voor raadsleden afhankelijk van de grootte van de gemeente. Dat zijn verantwoordelijkheden van de minister. Dus als je daarvan af wilt werken op lokaal niveau, dan moet de minister daarin ook voorzien. Er is geen wachtgeldregeling, er is ook geen pensioenregeling voor raadsleden. Dus mensen die dit doen, in stappen uit een baan en dit gaan doen, ontstaat voor een gat in hun carrière van 4 jaar. Mind you, je doet het wel om de samenleving te dienen. En dezelfde samenleving, als je klaar bent, heeft eigenlijk geen boodschap aan je. Dat vind ik toch niet helemaal in balans.